Good Kelfam, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. En deze hele maand is het Kelfam, wat betekent dat ik elke dag even een video op jullie hoofd gooi. Mits jullie het aantal likes halen wat ik jullie opdraag, vraag, draag. Ik weet het niet, het is een Nederlandse thuis. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Maar we vinden elkaar wel lief, oké? Watje? Het aantal likes wat we vandaag gaan proberen te halen. Wat zeg ik? Wat we gaan halen vandaag. Want jullie zijn de Kelfam, so you know what's up. 7000 likes. 7000 likes binnen 24 uur. Dan zorgen we ervoor dat er morgen weer een nieuwe video komt. Hé, dat is het allerliefste wat je wilt. Het is Kelfam, dus het is feest vandaag. Het is feest! En naast het feit dat ik deze maand elke dag een video upload, ga ik ook jullie meet and greets geven bij jullie thuis. Het enige wat je hoeft te doen is te abonneren op Kalfijn en me te volgen op Instagram. En dan maak je kans op de meest persoonlijke meet and greet ooit. Want ik ga gewoon naar je huis toe en dan druk ik het belletje aan en zeg ik hey, en dan ga ik weer weg. Ja, dat is vee, dat is fucking love. In ieder geval, nu al bedankt voor alle love, alle likes, alle views en zo. Dit is letterlijk een van de beste maanden uit mijn leven. Ik zei nog zo, alleen paprika's en video's geven. Why is this in my house? I don't know. I like it, man. Yes, vandaag gaan we haatreacties van YouTubers raden. Wat betekent dat ik een haatreactie van iemand zie en vervolgens ga ik proberen te raden onder wiens video er staat. Nee, I like it. Dus kijk gezellig mee, doe je ding, doe gezellig mee. Alright, Kelfam, we ready? I know. Alright, boy, let's go. Deze fans, zijn ogen staan zo ver uit elkaar dat ik... Stop maar. I already got. Elke keer als ogen en ver uit elkaar in één zin staan, dan weet je gewoon dat het maar over één YouTuber kan gaan. Namelijk onze grote vriend Gio Latoy. Mr. Hammer Eye, you got this. Oh, boy. Hey, ik kan wel blij zijn, maar ik wist het al gewoon. Deze was te obvious. Hey, we beginnen te makkelijk, man. Wanneer zijn die tijden dat ik geen enkele challenge kon halen? Ik denk dat ik vandaag voor het eerst in mijn leven alle 15 van de haatreacties ga raden. Ik zeg je eerlijk, ik denk dat het gaat gebeuren. Ik ben zelf verzekerd, want het is Kelfam, we the go. Oké, we gaan door naar het volgende. Eerst vond ik Belgen dom. Nu vind ik Belgen asociaal, crimineel, losers, dom. Een goede Belg is een Wauw. This disrespect is immens. It is not okay. Dit zijn trouwens niet woorden die van mij komen. Ik lees gewoon een haatreactie op. Wat vind jij nou eigenlijk van Belgen? Oké, duidelijk. Ik denk dat deze haatreactie, en ik weet het bijna zeker. Ik denk dat deze comment gaat over Acid, a.k.a. Nathan. Onze Belgische guy, onze held uit België. Ik heb het gezegd, ik heb het gewoon gezegd. Deze gaat over Nathan. Let's go, let's get it. Hey! Je weet niks over de mensen die chille quizjes kunnen maken en ook goed daarin zijn. Je weet niks. Oké, we gaan door. De stem van dit meisje is zo vervelend met haar mode shit. Hey, I got it. Deze zijn helemaal niet moeilijk, man. Deze... Ik weet dat sowieso heel veel van jullie ook gewoon nu al alles goed hebben. Deze gaat sowieso over Famke Louise, want ze heeft een stem die een beetje zo gaat. Hey, geen disrespect naar Famke Louise, ik hou van haar. Nou, dat is wel een beetje overdreven. Maar naast het feit dat sommige mensen misschien vinden dat ze een beetje een gek stemmetje heeft, is ze ook bezig met mode, dus wat dat betreft. En de 10 kost... Van Louise. Beauty now! Oh shit! Begaan! Oh man! Oh my god, nee! Oh, ik was echt. Ik wist gewoon bijna zeker dat ik het. Oh. My life is over, man. Hey, Otje, wat doe je? Otje, what up? Alsjeblieft. Kijk dan toch niet, joh, mafkees. Mocht je trouwens nog geen lid zijn van de Kelfam, join de Kelfam, abonneer op mijn kanaal, volg me op Instagram. We got this, man. We love each other. Serieus, als je in de Kelfam zit, je wil niks anders meer. Mensen houden van elkaar, mensen praten met elkaar, mensen meeten elkaar, vriendschappen ontstaan. Wat wil je nog meer, hè? I got this. Plank. Wat is dit nou weer? Plank. Nou, hoogstwaarschijnlijk gaat het over het feit dat een bepaald persoon een lichaam heeft waar niet al te veel rondingen in zitten. Dus vindt die persoon het dan een plank? En ja, dan moet ik weer dus gaan raden. Dus dan weet ik weer blijkbaar weer de klootzak die zegt: oh, vind je dat zij een plank is? Nee, ik vind dat niet, maar ik moet een kool. Oké, ik ga voor... even kijken, even nadenken. Wie vindt men een plank? Wie is nou niet... Kijk, als ik nou bepaalde vrouwelijke YouTubers ging zeggen die gewoon fantastische rondingen hebben, dat kan ik niet doen, want dat zijn geen planken. Maar als ik nu mensen zeg die niet echt rondingen... Ah, ik voel me genaaid. Ik heb mezelf... Ik ben slachtoffer geworden van mijn eigen situatie. Psychiater, help. Eerlijk, heeft iemand nog een nummer van een psychiater? Want ik heb mentaal ben ik fucked up. Nou, niet. Ik heb echt hulp nodig. Ik denk dat dit gaat om... Ik denk dat dit wel gaat om... Famke... Zo, ja, I don't know. Ik doe het maar gewoon. Ik zeg maar gewoon van Louise. Ik zeg maar gewoon. Oh, gaat het goed? Famke, als je dit kijkt, hey, ik vind je fantastisch. Je moet lekker al je dingen doen wat je wil. Maar ik heb een spel te spelen, snap je? Dit is van levensbelang. Anders gaat Otje straks. Otje, waar zit je? Otje is inmiddels weer weg. Otje zit letterlijk gewoon hier. Maar verder is alles goed. Mwah. Ja, weet je, Famke, ik vind je geen plank. Maar ik weet gewoon dat sommige mensen dat wel vinden. En sommige mensen vinden het nodig om te haten of zoiets. Dus hey, fuck met je. Rot op met je haat. Haat is weird as fuck, man. Als je iemand wil mishandelen, moet je gewoon je slistreks opzetten. Nou, even na. Oh, dit is wel. Deze is wel heel moeilijk. Even nadenken.
Snapking slist. Ja. Heb jij ook mentale problemen? Oké, dus Snapking, Tim, a.k.a. je weet toch, hey. You are gold, always believe in your soul. Oké, we gaan door. Ik vind dit lied wel dolfijn. Nou, even nadenken, 3, 2, 1, dolfijn, wie is een dolfijntje? Ja, het is gewoon Amber was right, 3, 2, 1, oh. Otje, ben jij een beetje trots op mij? Otje is niet trots op mij. Blonde kutmogol met je Sims en reisvloggen. Je vriendin is lekker. Ik vind het wel echt een fucking grappige haatcomment trouwens. Dit is letterlijk gewoon, je bent een kutmogol met je haarkleur en je video's. Maar je vriendin is wel lekker, dus hartstikke lekker bezig. Dit gaat over Gio, ongetwijfeld. Oh, man! Ik was kut! Hey, maar het is Kelsammer, dus ik kan wel moeilijk gaan doen over het feit dat ik het fout had. Maar ik upload gewoon elke dag een video. Dit is mijn challenge, dit is mijn life, dit is mijn levenswerk. Oké, let's go. Je bent moddervet, man, bro. Een comment van Kagger. Nou ja, even nadenken. Wie zegt er altijd man, bro? Even nadenken. Wie was het nou nog maar? Tim Hofman zegt altijd toch dat? Ja, ik ga voor Tim Hofman. Ja, Tim Hofman. Ik ga toch mijn keuze even veranderen naar QC. Was het QC? Hey, het was QC. Ik weet niet wat het was. Haarlijn. Even kijken hoor. We hebben QC gehad. QC werkt altijd samen met Nessim. Even kijken, even nadenken. Nessim heeft iets met zijn haar laten doen. En heeft een soort van haar. En dan is 2 plus 2 is 4. Minus 1 is 3. Quick maths. Nessim. Nessim Naji. Hartstikke goed. Amat. Dit was trouwens niet eens een haatcomment. Wat vind je trouwens van mijn haarlijn? Hey, je kan niet haten op mijn haarlijn. Ik ben een soort van Elvis Presley op deze manier. Je scoort nog meer dan je upload. Pakketjes! Goedemorgen. Yes. Ja. Ik heb hem al. Ik moet je hem er weer opleggen. Dat is moeilijk. Die andere. Je scoort nog meer dan je upload. Ik weet, aan de ene kant is het een compliment, want je scoort misschien heel vaak of je upload eigenlijk niet. En eigenlijk in beide gevallen wijzen eigenlijk alle pijlen naar een bepaald persoon, namelijk Vivalosophie. Laten we kijken, het is Vivalosophie. Je weet niks, boy! Je weet niks, boy! Je weet niks! Ik ben te hype voor deze shit. Als je de video nog niet geliked hebt, doe dan even like op de video. Als ik niet binnen 24 uur 7000 likes haal, dan komt er morgen een nieuwe video. Dat zou doodzonde zijn. Ik wil dit finishen, man. Ik wil 31 video's maken. Let's get it, man. Allemaal rode shit op mijn trui. Door jou is elke donderdag kut op dit kanaal. Wow. Door jou is elke donderdag kut op dit kanaal. Dat betekent dat er waarschijnlijk een YouTuber is op een YouTube kanaal met meerdere mensen op het kanaal. En een van de grootste groepkanalen van Nederland is dagelijks HD. Shout-out naar Milan, shout-out naar alle guys die erop zitten. Wie upload op donderdag? Link. Zeg wel Link. Link vandaag op HD. Als dit goed is, dan vind ik mezelf één grote fucking baas. Game meneer. I was so close, man. Do you ever know? Ken je dat moment dat je zo dichtbij bent, dat je bijna goed hebt en dan uiteindelijk niet en dan heb je nog maar één optie, namelijk een feesthoedje opeten. Ja. Het is echt feest. Je haar is nog dunner dan de vriendin van Snapking. Wow. Why would you? Waarom zou je zoiets zeggen, gat? Waarom? Ik snap niet dat het een haatcomment is als je haar dun is. Heb ik ook dun haar of niet? What the... my god. Het werkt. Het werkt! Ik heb jaren geleden een paprika pit in mijn hoofd gestopt. Eindelijk komen er stukjes paprika in mijn hoofd, man. Katjes. Ja, ik weet niet hoe dit hier kwam, maar ik vind... Wiens haar is dun? Waarom is het überhaupt een haatcomment? Ik ga voor Rutger van Veurtje, omdat hij ook een haartransplantatie had gedaan. En dat gaat dan over haar. Ik weet het ook allemaal niet. I don't know. Ik ga voor Rutger. Oh, boy! Mommy! What you know, pa? Life is beautiful sometimes. Op die momenten besef je hoe mooi het leven kan zijn, toch? Snap je dan? What's up next? Uw vormhoofd lijkt zo erg op een pindavorm, zo kut. Wel gewoon nog u zeggen. Dus je hebt een zieke haatcomment, dan zeg ik nog wel u. U bent echt een stommerik. U bent echt lelijk. Uw hoofd heeft de vorm van een pinda. Beans. Dan moet ik weer nagaan denken, welke YouTube heeft nou het hoofd van een pinda? Niemand heeft het hoofd van een... Wie heeft het hoofd van een pinda? I don't fucking know, man. Uw vorm heeft... Ja, weet ik, wiens hoofd lijkt op een pinda? Enzo. Enzo Knol. Het is meer dat ik gewoon Enzo zeg omdat hij nog niet geweest is. Of is het iemand... Nee, ik ga wel voor Enzo. I don't care. Dylan Hagen.
Dilla, ja Dylan, ik moet heel eerlijk zeggen, Dylan, ik vind je hoofd er niet echt uitzien als een pinda. Misschien een beetje meer als een walnootje, snap je wat ik bedoel? Je bro doet het nog altijd beter dan die waarheid kutvlogs van je. Even rustig, grap. Even dimmer, grap. Kom op, man. Laat me, ik weet niet zo te stressen, man. Hij mag toch gewoon, deze persoon mag toch gewoon lekker doen wat hij wil. Deze comment gaat sowieso over Enzo, want Enzo heeft een broertje en... Go! Ja, het gaat over Enzo. Oké. Je bent best dik met je varkensneus. Oh, come on, man. Dit is kut. Dit kan je echt niet doen. Dit is echt... Want je takje in bent. Waarschijnlijk gaat het over mij, met mijn dikke pens en mijn varkensneus. Ja, ik heb wel iemand in mijn hoofd, maar het is niet eerlijk om dit te zeggen. Maar ik moet het maar gewoon zeggen. Gewoon meer voor de challenge. Dus ik hoop maar dat ik het goed heb. En als ik het al fout heb, heb ik iemand gewoon beledigd eigenlijk. Come on, Kelvin. Ik denk dat deze comment gaat over Vonneke Bonneke. Vonne, als je kijkt, ken je niet extreem goed. Ik heb hem al een paar keer gezien. Ik heb je ook wel eens geknuffeld. Ik vind je super lief, in ieder geval. Voor zover ik dat kan zeggen, omdat ik je niet extreem goed ken. Maar, dit is niet persoonlijk. Als het Vonne is, hè, gaan kijken mensen. Vonneke B! You got this. I got. Hey. You don't even know what's up, man.